Nou, bij deze neem ik hem op. Nou, goed. Uh, nou, hartstikke welkom bij, de, bij deze Zoom-call over, uh, over Ultron Mavi, Staking Hubs, Gaming Hubs. In ieder geval een, een mooie manier om, om online een passief inkomen te verdienen. Uh, nou, ik, ik heb zelf al meerdere, meerdere Zoom-calls uh, verzorgd zelf. Uh, maar deze keer special guest, Dirk, mijn goede, mijn goede vriend en mentor, als ik dat zo mag, zo mag, zo mag zeggen. Nou, ja, super, ja. ja. Nou ja, je, je, je hebt mij in ieder geval enthousiast gemaakt om met, met Ultron te beginnen. En, en vele andere Nederlanders inmiddels, uh, in ieder geval Nederlandstaligen uit Nederland, België en over de, over de hele wereld. Ja, ja, klopt. Uh, ja, nou ja, Harold, dank je wel. Uh, uh, fijn dat ik hier mag zijn ook. Uh, ik ben een grote fan van jou ook. Ja, er zijn maar weinig mensen die, die echt actie ondernemen en... Uh, en een, en een hart en een droom achterna gaan. Ik bedoel, je hebt je huis vandaag verkocht. Uh, je. je vertrekt naar Costa Rica. ergens dit jaar na de zomer. Gewoon ja. uh, om je hart te volgen. Omdat, daar, omdat dat is iets wat je. Je hebt eerst nog je baan opgezegd. als, uh, als mechanic in, 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 na jarenlang. En je bent gewoon gaan doen. waar je blij van wordt. Want ja, daar gaat het nou eigenlijk om. Ja, denk zeker. ik. Um, hoe je, hoe, ja, je kan vast blijven zitten. Dus ja, ik heb mate, eindeloos veel respect voor je over hoe je doet. En, en, en je hebt je duizend dollar dagen al gehad. En je bouwt aan je business en daardoor aan je toekomst. En blijf niet vastzitten in het, in het strumien wat we, wat we behoren te doen. En, 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 en ik heb zelf ook weer boeken en zitten gelezen. Op het moment dat je wegstapt van het. Het, hè, het pendulum, het, het wat, wat, eh, waarom gaan mensen massaal allemaal het, ineens een, een, een demonstratie in? Soms weten ze niet eens achteraf. Maar dat is het aard van het beestje dat we eh, binnen die kudde blijven en maar volgen. We gaan een baan doen, we gaan ons dingen doen. Maar wil je er buiten stappen, wil je naar Costa Rica, wil je uh, waar dan ook? Of wil je al, al wil je thuis blijven in Nederland en, en, en je hart volgen, dan is het zaak dat je uit. De meute stapt en je hart volgt. En ik denk dat Ultron een van die, uh, van die dingen is. Uh, waar wat je heel erg kan helpen dat te bereiken. Eén, het is een, een, een bron, meerdere bronnen van passief inkomen. Uh, en blijf ook hangen. Aan het eind van, het, uh, van de zoom. Dan laat ik ook nog vertellen. hoe je, als je actief je business wil bouwen. hoe, uh, nou hoe Harold je daar ook verder mee kan helpen. En hoe bouw je nou een team? Hoe. Hoe, hoe, of team, hoe bouw je gewoon een business? En, en net als een bakkerij die brood moet verkopen... als je een business online wil hebben, moet je ook dingen verkopen. Maar hoe kan je nou verkopen zonder te verkopen? Zonder uh, je vrienden en familie lastig te vallen, et cetera, et cetera. Dus daar ga ik eind van de, de, de presentatie ook nog wat meer over vertellen. Maar eigenlijk uh, la, laten we uh, op ingaan. Um, wat Ulton is, uh, de eerste applicatie die is zo... Uh, Gelanceerd en wat dat is en hoe het verschil tussen beiden. En dan wil ik ook nog een stukje vertellen over, over Mavi. Overigens de, 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 de nummer twee snelst groeiende affiliate marketing company ter wereld. Uh, en, en dat zijn. Dus allemaal van dit soort mooie dingen zijn er die. die uh, ja, record na record wordt verbroken. Dus even kijken. Kan ik mijn scherm delen? Oh, denk het, wel. Uh, ik doe het Even ik bij, uh, bij uh, Security onderaan. Kijk, als het uh... goed is, ben je nu host. Oh ja, dat hoeft niet eens. Je kan gewoon. Nee. Maar dat maakt niet uit. Lukt dat zo? Kijken. Nou, je kan. Uh, bij security. Even kijken hoor, oh, security, security. Nou, ah, dit heb je nou niet meer, want ik ben host. Nee, uh, uh, <laughs> ik ga je even terug host geven. Uh, um, omdat als bij mij de. Bij mij is de kans groter dat. Uh... <laughs> het internet uitvalt. Ja, dat is waar. Dat is waar. Uh, uh, even, kijken, even kijken. Ik maak host. Nou dan heb ik je host gemaakt. En dan zie je uh, 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 bij security onderaan. Ja, oh, yeah. chat. En ja, dan. Ja. Uh, um, um, participant en able. Uh, of able uh, share screen. Ergens bovenaan. Alle deelnemers toestaan om scherm delen. Oké. Okay. Ja. ja, dat zou nu moeten lukken. Nu, uh, ja, nu kan ik het delen. Even kijken. Uh, ja, want het, het, het regenseizoen is begonnen. Het oh ja. Begon voor het begonnen. En het, komt er, het is daar gitzwart. En dan wordt ja. het, het onweer te dagen. En okay. uh, het lijkt wel of uh, er s'nachts een stroboscoop aanstaat. zo hoeveel bliksem. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, maar goed, we, ik, uh, we, we zullen zien waar, het, uh, waar, waar, we, waar we eindigen. Even kijken. Is het scherm te zien uh, nu? Even kijken. Ja. Uh, zoom? Ja, zie ik het. Ja. Ja. Even kijken. Nou, ja, wil, wil ik het eerst hebben eigenlijk over, over Mavi en. Uh... Uh, of sorry, over, uh, over Ultron. Ik zat even zo hier opzij te zetten. Ultron, Ultron, is, uh, Ultron Foundation is um, meer dan een jaar uh, geleden hebben we ge gelanceerd. 1 juni 2022 lanceerden ze. En zij uh, zijn tot op heden nog steeds de snelst groeiende layer 1 blockchain uh, ter wereld in, 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 in groei, in total value locked. En, uh, en, en ik zal straks ook nog meer vertellen over waarom dat nou zo belangrijk is. Maar uh, deze jongens zijn gewoon heel erg goed in de, aan de weg aan het timmeren. Om het zo te zeggen. En hebben een hele, hele grote visie. Uh, maar voordat we er verder op ingaan, Het is uh, uh, dat je er bewust bent. Ik ben geen financieel adviseur. Uh, dit is iets wat ik zelf doe. Uh, uh, wat Harold ook doet. Ik ben vorig jaar oktober naar Dubai gevlogen zelf. Omdat ik werd geïntroduceerd. Maar nou, je weet net zo goed als ik: er zijn zoveel dingen online te bedenken en te vinden en te doen. Wat is nou oké okay en wat is nou niet oké? Okay? Wat kan je vertrouwen, wat kan je niet vertrouwen? En ik, ben, ik woon hier in Costa Rica, op het platteland, dankzij projecten zoals Ultron, online marketing. Um, um, dus ik heb gezegd: Nou, ik pak mijn tas, ik vlieg naar, uh, naar Dubai. En dat was het eerste, allereerste event was van, van Ultron. Heel kleinschalig nog. Uh, maar ik ben gewoon de... Ik wilde de eigenaar zien, ontmoeten van Mavi en van Ultron. De, de CTO's, de CTO, medespelers. Om gewoon te... Ja, wie zijn jullie nou? Nou, en... Als, uh, mijn gouden regel is, uh, voordat ik met iets meega, ik wil dat mensen de, die erachter staan, achter zitten, de creators, de, de developers, dat die vindbaar zijn en aanspreekbaar zijn. En, uh, en, en ik, ja, dus, nou, dat was dus het geval, dus ik ben daarheen gegaan. Uh, en toen was ik, uh, ja, toen was ik overboor, of overboord, uh, overstag, aan boord en overstag. Uh, waarom? Nou, en, en u, uiteindelijk is het door het jaar heen natuurlijk nog verder ontwikkeld. En er zijn er heel veel samenwerkingen. Afgelopen maand, mei was er 30 dagen uh, elke dag goed nieuws. Het hield in dat er heel veel samenwerkingen zijn ge, ge, gecreëerd met, met uh, gedecentraliseerde en gecentraliseerde exchanges. En dat gebeurt niet zomaar. Voordat een exchange je daar toegang doet geven, want dat is ook hun naam. Uh, wat nog meer, er zijn uh, met verschillende wallets. Uh, er zijn hedge funds die hebben erin geïnvesteerd. Dus dat zijn hele goede dingen die heel veel vertrouwen geven in de markt. Maar goed, de, de situatie van de huidige markt. Ja, ik, uh, ik ben niet heel erg enthousiast. Ik heb zelf geen geld op de bank staan, omdat ik dat vind dat, behalve dan voor de, voor de rekeningen en, uh, en, en dat soort dingen, uh, ik, is het niet een, een, een spaarpot vormen. Want ja, het, het levert niets op, het geld wordt minder waard. En daarnaast hebben we ook nog wat aankomt: uh, als ik het goed zeg, de CBCD, de Central Bank Digital Currency, die alle controle over jouw geld uh, gaat overnemen. Uh, ik geloof dat 28 juni is het wetvoorstel aangenomen in Nederland. Ik weet nog niet wat de uitkomst daarvan is. Uh, maar er wordt op alle vlakken heel erg hard de best gedaan om dat uh, door te drukken. Waar het op neerkomt, is, links of rechtsom, is dat je geen controle hebt over je eigen toekomst. En geen controle hebt over je eigen geld. En zolang erbij wordt geprint, wordt het alleen maar minder waard. Nou, dan hebben we de blockchain en, en, de, en crypto en misschien ben je er bekend mee, misschien ben je er niet bekend mee. Ik was er twee jaar geleden nog helemaal niet echt bekend mee. Uh, ik ben er maar daarin gaan verdiepen. Uh, uh, nu ah, dacht ik, denk ik wel eens, had ik het nou maar al tien jaar geleden gedaan, ha, dan, uh, dan had het er nu anders uitgezien. Maar goed, het is wat het is en voor alles is een tijd. En zo zie je maar dat na al die jaren pas 4% van de wereldbevolking iets doet met crypto en, en de blockchain zelf. Maar je ziet het op steeds meer vlakken, niet alleen crypto, maar blockchain op zichzelf wordt gebruikt. Ook het verkopen van huizen. Nou, Harold heeft vandaag zijn huis verkocht. Maar er zijn ook al huizen verkocht als NFT, dus op de blockchain. Omdat het zo veilig is: het is niet te kraken. Het, je moet zo'n blockchain. Is verspreid over duizenden computers, zullen we zeggen. Dus, en het zijn allemaal blokken met informatie. En als hier iets wordt veranderd in één blok, dat betekent dat alle blokken daarvoor ook veranderd worden, moeten worden. Maar niet alleen dat. Alle kopieën op al die andere servers en netwerken en computers moeten dan ook veranderd worden. En dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Dus uh, dat maakt de blockchain zo betrouwbaar en, en krachtig. En ik weet niet of je dit al wist, maar dat is absoluut een, 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 een manier ervan. Nou, gedecentraliseerde fi financiering, DeFi. Misschien heb je daarvan gehoord, maar dat is waar het hier eigenlijk om gaat. Uh, maar het grote probleem van uh, crypto. Is dat het heel erg langzaam gaat? Bitcoin, Ethereum, Polkadot, Binance, uh, Cardano. Nou, en al die. Misschien heb je ervan gehoord, misschien niet. Maar het is allemaal best wel. Uh, ja, een blockchain. En daar kan dat wel. En als ik dan hier wel kan dat weer niet. En dat kruist weer niet met die. En ik kan daar niet bij de Albert Heijn boodschappen mee doen. Dus ja. Weet je, wat, wat, uh, hoe zie ik er nou mee? Nou, het, de visie van, uh, van Ultron is om eigenlijk een soort van de apple van, uh, van de, de blockchains te worden. Uh, dat het uh, massaal geadopteerd kan, omdat het gewoon vriendelijk wordt uh, gemaakt in, in gebruik. En dat zal dadelijk ook zien dat er bepaalde applicaties ineens. Oh, ja, dat is, uh, dat is, dat is mooi. Dat, uh, dat, dat kan dat vervangen. Dat heeft een gat in de markt. Uh, en dat zijn al, dit zijn allemaal applicaties. Net zoals ik in, uh, naar de Google Play Store of in de App Store. Uh, zeg ik dat goed? Ja, in de App Store van Apple, kan ik. Applicaties downloaden, nou dat is voor iedereen inmiddels. Of je nou wil afvallen of wil sporten, maar je hebt geen sportschool, dan kan je een app downloaden, voor betalen en, uh, en je hebt een heel programma. Dus al die gemakken zijn tegenwoordig gewoon op ons telefoon uh, te vinden. Uh, en, maar nu dan op de, op de blockchain en, en, en daar gaan we wel heen. Dat gedecentraliseerde is dat het niet meer aan jouw persoon is gekoppeld, maar eigenlijk aan een chain on die, aan digitaal, en dit is ook Web3. Um, daar gaan we heen. Dus ja, we gaan in een hele andere wereld. En dat zul je zien, ik weet eigenlijk nog niet of die zo komt. Maar, maar de, de, nog niet zo heel lang geleden was er nog geen uh, mobiele telefoon. Ik had Muriana telefoon die zit, mijn vrouw is dat, en die, die zit nu in Nederland. Ik zit hier in Costa Rica. Zij is met onze oudste naar Nederland toe. En ze zeggen: Ja, wat is eigenlijk een kleine wereld en hoe makkelijk het is het om met elkaar te communiceren. Mijn zoon die belde net nog even: ja, ze vliegen morgenochtend weer terug naar Costa Rica. Uh, en, uh, en hoe eenvoudig het in een kleine wereld is. En hoe normaal het is om tegenwoordig een telefoon uh, te hebben. En zo zijn er meer voorbeelden. En ik denk dat een blockchain en crypto. en deze manieren van doen. over een paar jaar niet meer weg te denken zijn. Nou, over Ultron, de Foundation zelf. Het uh, is een heel groot team. Het zijn allemaal senior developers. Het zou die ook, het, wat inhoudt dat ze allemaal ervaring hebben in vorige projecten. Denk aan, aan Ethereum, Polygon, Polkadot, Binance, Chain, Solano, Phantom. Uh, dit een kleine fotootje is de, de CEO en dit is de CTO. Het zijn twee kleine heren. Ik, ik, heb nog, maar, ik ga niet zoeken om mijn telefoon een foto met ze. En ze komen beide tot hier. Ze uh, zijn een beetje schuw als een. Uh, je zou hem bijna als computerneur zijn, maar uh, hè, als stereotype. Uh, maar briljante minds in, in, in het bedenken en, en, en verbanden leggen en hoe dit allemaal werkt. Dus ik was heel erg aangenaam verrast ook om met ze te praten en, en hoe ze daarin staan. Ze zijn ook vaak aanwezig bij presentaties en delen. Uh, ze zijn heel erg transparant in wat er allemaal gebeurt. Nou, voordat ze lanceerden, waren ze al 30 maanden in development. Uh, ze zijn de eerste en de enige Layer One blockchain met zijn eigen native. Ecosystem, dus met al die dApps die er komen, dat wordt een eigen economie, een eigen e ecosystem. Uh, het mainnet launched in, hè, dus Ultron netwerk blockchain, launched in juni, uh, 1 juni 2022. Tot op heden de snelst groeiende. Uh, er zijn al miljoenen transacties uh, uh, gedaan op, uh, ik geloof, bijna 7 miljoen. Uh, transacties, dat is ook te vinden op scan. daar had ik toch meer over, de top 20 layer 1 blockchain, uh, to the value lakt. ik kan met heugelijk zeggen dat we al in de top 10 staan, dus, en dat is hier te vinden op DeFi Lama, en DeFi Lama hier, ik heb hem openstaan, ik ging even kijken waar we, waar we nu uh, stonden, uh, DeFi Lama is een onafhankelijke website die alle blockchains bij elkaar houdt, en ik zie dat we op Nummer, uh, daar komt de, de buurman met zijn grote motor langs. Ik weet niet of dat hoorbaar is, maar hij is weg. De, de, op nummer 10. Op nummer 10 van alle, ik geloof, 193 blockchains die er zijn. Nummer 10 en we groeien. En we zijn de afgelopen maand, is het verdubbeld naar 415 miljoen total value locked. Dat betekent dat er uh, geïnvesteerd in liquiditeit, dat dat vaststaat. En dat, ja, dat geeft die speelruimte voor een... een uh, uh, een blockchain om te groeien en het geeft ook vertrouwen naar de buitenwereld. En als je nou kijkt waar we hier Bitcoin, Phantom zijn we al, Cardano zijn we al voor, ruim voorbij gegroeid. Uh, en hier zijn de grote jongens, Ethereum, Tron, Binance Smart Chain, uh, en, nou een allerlei Polygon, Optimism, Solano. En we hebben op nummer 9 gestaan, dus dat wisselt natuurlijk altijd, want iedereen uh, vecht voor die eerste plaats. Maar om binnen een jaar in de top 10 te komen is, is wel uh, een, een, een grote prestatie. Nou, vervolgens kan je uh, Ultron en UX de coin terugvinden op uh, CoinMarketCap, CoinGecko, uh, DeFi Lama zoals we net zagen, OpenSea, uh, is een grote NFT-platform, Chainlist, Trust Wallet, samenwerking mee, Coinbase, crypto.com, Binance. Met uh, Binance uh, heeft ze alle services uit, uh, uit België en Nederland weggehaald. Maar dat maakt niet uit. Het is een van de grootste exchanges die er, die er is. En dus die heeft zich al daarvoor ingezet. Uh, Messari, Metamask, uh, DeFi Wallet, waar het heel merk moet. Uh, en Token Insight. En op heden zijn ze te krijgen op uh, Swap, Uniswap, PancakeSwap, SuperX, Nog één uh, waarvan ik heel eerlijk moet zeggen dat ik even de naam kwijt ben is, uh, onlangs. Uh, en Bitsmart, een, van de, een gecentraliseerde exchange. En niet de kleinste ook. En uh, nou ja, dat maakt niet zo heel veel uit. Het, het kan uh, later nog in de, in de Telegram-groep uh, ook nog uh, delen. Maar waar het om gaat is dat er hele betrouwbare uh, samenwerkingen zijn plaatsgevonden. En, en dat maakt het dus een, gewoon: ja, je moet, het, het is gewoon een, een business die groeit. En merendeel van de blockchain-crypto-projecten uh, behaalt in nou, het eerste half jaar niet. Uh, en zij komen er met uh, vlag en wimpel uit na één jaar... en zijn alleen maar groeiende. Ik zie de prijs ook stijgen. En dus ja, ik heb, ik, mijn, mijn hart ligt hier. Ik uh, heb er alle vertrouwen in hoe ze dat doen. Nou, het, wat is dat nou, dat ecosysteem? Uh, dan moet je denken aan Landing Protocol, Reshape. Nou, even kijken of we daar uh, iets verder over... wat duidelijker is. Het zijn allemaal applicaties... die met verschillende uh, doelen hebben. En dan ga ik uh, laten zien welke het zijn... En, en wat iets dieper op in... Ze zijn dus 1 juni uh, gelanceerd, de uh, pre-launch voor 1 juni. Toen kwam het mainnet gelanceerd en bij de eerste 10.000 gebruikers kwam de UX scan. Uh, daarna kwam Ultron Swap bij 20, toen kwamen de bridges, dus om tussen de verschillende uh, blockchains te kunnen communiceren. World's biggest blockchain conference, daar waren ze strategisch partner. Dit was in Dubai, hier ben ik geweest ook. En Ivana TattooArt, uh, de pre-sale, is uh, ook geweest bij de 60.000. Ik heb een vijftal van haar um, uh, NFT's ook aangeschaft destijds. En dit is enigszins de roadmap, uh, maar hier is natuurlijk ook flexibel, want de Lotto Day die bij 300.000 gebruikers uh, uh, van start zou gaan, is al live. Uh, sterker nog, de pre-sale is uh, nu, uh, nu live. En we zijn hier op URX Scan hierboven, die kan je dus zien. En we zijn bij de, oh, bijna 6,5 uh, miljoen transacties. Dat zijn 103.000 uh, unieke wallets, dus dat betekent eigenlijk 103.000. Ja, als iemand twee wallets heeft, dan is het geen persoon, maar één persoon. Oh, he, meer dan 100.000 mensen die, uh, die URX hier hebben of geïnvesteerd, maar op een bepaalde manier in ieder geval URX op een wallet hebben staan. En zoveel uh, ruim 5,7 miljoen bloks zijn er al. Dus zo zie je dat dat groeit. Maar bij die gebruikers, 103.000 zijn we dus hier. Dus de creditcard, dat je gewoon in, intern met creditcard kan betalen, komt eraan. Dat is nu uh, uh, van start gegaan. Dus ik ben benieuwd hoe dat wordt geïntroduceerd. Maar zo zijn al die dingen bij de 200.000, dit is een soort groot, nou ja, dat mensen uh, grotere bedragen kunnen uh, investeren. Ook direct zonder um, uh, eerst crypto te moeten kopen, maar direct met een creditcard kunnen afrekenen tot 150.000 dollar. Ivana Tattoo Art, uh, dat is een, uh, zij is een influencer, zij is uh, een kunstenares, een, 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 zij tatoeëert voornamelijk celebrities en heeft een heel groot netwerk, zij is ambassadeur, dus daar komt dan Validator, een nou, programma dat, uh, dat uh, hoe meer validators zijn, hoe meer gedecentraliseerd het is, en dat wordt helemaal bij de DAO, wordt dat helemaal uh, actief, uh, er komt een social media platform aan, Reshape. Waar, en, en, ja, dit is denk ik wel. De, de, zeker de, de concurrentie van de huidige social media. Waar we allemaal met naam en e-mail moeten uh, dingen doen en alle content die je creëert of adverteert of dat eigenlijk te verdienen, gaan allemaal naar de, de social, het social media platform. En nu kan het dus zo gedraaid worden dat jij een netwerk bouwt op je eigen uh, social media platform. En dat netwerk dat blijft altijd bij jou. En de content die jij creëert, daar krijg jij voor betaald en niet bijvoorbeeld Facebook. En dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Nou, dit zijn allemaal dingen die daar aankomen. Dit is allemaal uh, ook terug te vinden overigens in Mavi onder resources. Kan je dit ook nog teruglezen. Maar je ziet dat er heel veel dingen staan. Rainbow is een uh, NFT marketplace. Ballers uh, is een metaverse. Zeker sinds COVID is, zijn er steeds meer bedrijven. Ze gaan focussen op, op de metaverse. Facebook heeft zijn naam veranderd tot Meta. En dat is wel degelijk een koekomst, eigenlijk. Dat je dus in een digitale omgeving kan winkelen, kan doen, kan zaken kan doen, kan verhuren, kan, nou, al dat ding. Dus ook daar spelen ze goed in. En deze is zeker leuk, de FlipMeCard. Want de FlipMeCard is een creditcard, een Visa-card, gekoppeld aan uh, Ultron. Dus heb je ULX, verdien je ULX, dan, uh, dan kan je daar uh, dus heel makkelijk. Op je kaart een, een app op je telefoon. En dan kan je gewoon bij de Albert Heijn. je boodschappen doen met de ULX. Dus dat is wel iets waar we op zitten te wachten. Nou we hebben we Ultron Swap. Dit is. Ik uh, ga ik even doorheen. Ultron Scan. En dan zal ik je zo laten zien waar dat mee, uh, mee uh, overeenkomt. Hier is die, die, uh, Ivana Tattoo. Uh, ik heb haar ook ontmoet op, uh, op, het, uh, op dat grote event. Of uh, de, de Blockchain uh, Summit. Ehm. Uh, Super leuk, ik, ik moet heel zeggen, ja, ik, ik, maar ze heeft een heel groot netwerk. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf als dit soort mensen zich daar, daar meekomen. En haar art, haar tattoos, zijn omgezet in NFT's. Nou, uh, maar daar kan je nu niks mee, maar dat is wel heel erg gaaf. Maar ik wil het nog iets verder hebben over de Lotto Day. Want de Lotto Day is de, de derde applicatie na de ULX Scan en ULX Swap, die live is op het Ultron netwerk. Dus dit is een... Een, een, een project dat gebouwd is op het Ultron-netwerk. Maar niet alleen op Ultron, ook op Binance, ook op Ethereum, ook op Solano enzovoort. Dus, maar ik, hier ga ik zo dadelijk nog wel meer op in. Want dit is wel heel erg interessant in wat er nu gaat gebeuren. Nou, wat hebben we nog meer? De FlipmeCard, waar ik het net over had, voor de boodschappen. De Reshape, het social media platform. Uh, Rainbow is een NFT-platform. Uh, Misschien ken je OpenSea. Uh, en dit wordt een, een, een ja, concurrent of een, een aanvulling erop. Het is maar net hoe je het ziet. Uh, een multi-chain um, uh, NFT-platform. Uh, dus het maakt niet uit welk platform de NFT is gelanceerd. Of het nou op Ethereum is of op, 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 op Binance of uh, nou, waar dan ook. Het kan allemaal op dit platform. Uh, Ballers hebben de, de, de Metaverse. Die, uh, daar is ding. En de, het is heel erg gericht op voetbal. Dus je kan je eigen voetbalteam... Uh, Bouwen, uh, je spelers trainen. Nou, ik heb zelf niet zo heel veel met voetbal. Maar je kan wel bedenken dat dit een enorme markt is. Als je kijkt naar de, 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 de EK en de WK. En wat voor geld er gaat. Miljarden. Um, is dit wel heel erg interessant. En het is in een samenwerking gemaakt met uh, Defla. En Defla is de meest toonaangevende NFT metaverse uh, company developer ter wereld. Dus dat ook dat is. Uh, dit was voor mij de. De, het, het laatste waar ik overstap ben gegaan. Is van als je hiermee. Uh, 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 actief uh, ja, aan, de, aan, de, aan de slag gaat. Even kijken, misschien. Harold, kan jij Paul, uh, muten? Ik denk dat dat te makkelijk is. Uh, even kijken. Zo. En, uh, maar dus, het is een. Ja, toen zij die samenwerking aangingen. Uh, toen dacht ik nou dat is een uh, zulke grote bedrijf. Want hij, Defla had ook aanbiedingen van, uh, van Ethereum, van Binance. Om dit op hun netwerk te bouwen. Maar ook hij koos voor Ultron. Uh, lending barn Protocol. Denk aan een bank. En uh, nu kan je leningen afsluiten. Lending Barron. Je hebt een, een, een crypto portfolio opgebouwd. En daarom is het ook zo belangrijk om nu te beginnen met je opbouw. Overigens we staan voor de, de volgende boelmarkten. Dus, de boer aan. dus het is echt wel een mooi moment om hier over na te gaan denken, want als je dit opbouwt, heb je dus later de mogelijkheid bij zo'n lending and borrowing protocol om jouw crypto als onderpand zeg maar, te bieden uh, en een lening te krijgen ervan. Maar niet met de torenhoge rente die, uh, die de bank vraagt. Maar op een hele andere manier. Nou, de Launchpad ga ik zo nog iets anders over zeggen. Doen we nog kleine details verder. Launchpad is een crowdfunding platform eigenlijk. Waar dus mensen. Denken, ik heb een waanzinnig idee. Ik wil mijn, mijn, mijn bedrijf op de blockchain neerzetten en laten draaien. Ik doe dat bij Ultron. En dan Launchpad is een plek waar je dus gefinancierd kan worden. Mits je daar doorheen bent natuurlijk. En dus dit is een hele mooie plek. En daardoor uh, get confirmed by the DAO. Dit is een uh, decentralized. Nou, ik ben even nou, ik maar... de naam kijken. Maar hoe meer dit is, helemaal gedecentraliseerd. En dan wordt het, uh, wordt het dus door, door, door uh, gefund. En je wordt geholpen met development en het, en, het, uh, en het lanceren ervan. Nou, hier wil ik even uh, bij stilstaan. Van al die leuke al, al Dirk, die dingen. Maar ja hoe, hoe is dat dan nu? Nou. Nu hebben we in Nederland dingen zoals Paypal, Revolut, uh, N26. Dat is een onafhankelijke een creditcard kan je daar aanvragen. Of een debitcard kan je daar aanvragen. Dat wordt straks met de Flipmy-card. -me maar het is wel een miljard, een 3,5 miljard dollar in jaarlijkse industrie. Dus een grote industrie. Dan hebben we de Mega Millions, de Powerball, de, de Staatsloterij, de, de Eurojackpot. Dat zijn grote loterijen. 4, 430 miljard dollar gaat er aan om per jaar. En daar is de Lotto Day voor, gedecentraliseerd. Dan hebben we Etero uh, en de, de Metatrader 4. Uh, Trading Forex en dat soort dingen. Ultron Swap komt daarvoor in de plaats. 3,6 triljard. En de metaverse de meta. Het is Facebook overigens. 1,3 triljard industrie. Denk aan, aan Bollas gaat dat niet vervangen. Maar Bollas komt daar, speelt daarin mee in die markt. Ziet dat dit allemaal alles vervangt en dat dit niet meer bestaat. Maar dit zijn woorden spelers in in de markten waar zoveel aan omgaat. Nou, dan hebben we de Eurobank, JP Morgan, Bank of America, de ABN AMRO, de banken gewoon. Uh, 20 triljard gaat erin om. De lending borrowing protocol komt daarvoor in de plaats. Je hoeft niet meer naar de bank. Want ik denk dat het de vertrouwen in de bank wordt minder en minder. Dus ja, dit is een zaak dat daar andere dingen tegenover staan. Nou, en dat is het lending borrowing protocol. We hebben Kickstarter, GoFundMe project. Je hebt het allemaal al eens gezien. Iemand die een GoFundMe heeft opgericht. Nou, voor zijn, voor zijn droom, voor zijn project, voor zijn bedrijf, voor zijn whatever. Daar heb je het launchpad. En de social media platforms, de TikTok en Instagram en Snapchat, daar komt RESHAPE voor in de plaats. Of niet voor in de plaats, die gaat daarin meespelen. Maar je ziet wat voor een enorme markten, 310 miljard dollar industrie, 306,8 miljard. Het zijn echt bedragen waar je u tegen kan zeggen. Nou, uh, het ecosysteem, hoe kan jij nou, allemaal leuk, maar hoe kan jij nou je voordelen maar doen? Nou, Binnen dit hele project heb je eigenlijk nu twee soorten, uh, twee soorten hubs. Staking hubs, dus twee soorten NFT's. De eerste is, en daarna ga ik het over de lotto Day hebben, maar de eerste is hier, is de staking hub. Nou, er zijn een aantal verschillende uh, uh, hubs, dus, dus voor ieder budget is hier wat. Um, dus de, eigenlijk de enige reden om het niet te doen is als je handelt uit angst, als je het uh, allemaal heel erg spannend vindt, en dat is ook oké. Okay. Uh, maar dan, dan, dan is het uh, geëikte straatje. En uh, wat anderen doen, dus wat ik in het begin zei, als je iets echt anders wil, dan moet je juist uitstappen en iets doen wat misschien oncomfortabel is. Maar ik wil wel zeggen, ik ben geen financieel adviseur. Maar wat ik wel wil meegeven is: investeer noodgeld wat je niet kan missen. Dat is heel erg belangrijk. Niet zozeer dat je het niet kan, het uh, uh, maakt me niet uit als het weg is. Maar wat ik wil zeggen, investeer geen geld waar je het eind van het jaar, eind van de maand, de hypotheek of je huur van moet betalen. of eten voor je kinderen moet kopen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is ook een lange termijn investering, dit. De staking hubs. Ga uit van vijf jaar. Ik heb zelf uh, een aantal hubs. en die, 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 die heb ik mee Oké, okay, dit staat voor vijf jaar. doet het zijn ding. Nou, je hebt de, de, de Solar Ze hebben de mooie. Uh, 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 ja, layout geven. Ik vind het een mooie, een mooie ontwerpen. De Solar uh, Ranger van 100 USDT. Dan heb je de Star Catcher van 300 USDT. En USDT is een stablecoin, staat gelijk aan, aan een dollar, pak een beetje. Uh, de Space Server is van 500 USDT. En dan hebben we de 1500 USDT, de 5000 USDT, de and Sun Sunseeker, de Moonwalker van 12.500. En de Cosmic Wheel van 30. Uh, wat doet deze nou? Vijf jaar lang die, uh, mint hij ULX voorjaar. En dat ziet er zo uit. Je hebt hem. En over vijf jaar tijd. Of in vijf jaar tijd. Dus 16, 1825 dagen. Mint die het eerste 365 dagen. Krijg je 0,2% erbij. In ULX. Dus het is niet dat er magisch geld ineens vandaan komt. En dat je, nee. Je krijgt het in ULX. Dus je hoeveelheid ULX. Groeit. Met een totaal over dit hele ding 311%. Nou, na één jaar, precies op de dag 366, gaat het van 0,2 naar 0,1. En dat weer een heel jaar lang. Dus dit is ongeveer 6%. Dan gaan we naar 3%. En dan gaan we naar 1,5%. En elk jaar zie je dat er een halvering is tot het einde van het jaar. En elk jaar komt er een percentage vrij. Dus het eerste jaar is 25%. En dan nou, zo telt het naar beneden. Uh, uh, tot het eind. En dan heb je je hele investering is gewoon weer vrij. En komt, uh, nou dan is alles vrij. Dus elk jaar komt er een stuk vrij. Dat kan je laten staan. Of je haalt het uit. Dat is aan jou. Dus dat, uh, dat, uh, zo, hier zie je dat nog een keer op een rij. En ja, met pakkenmeten is het 311 uh, wat daaruit komt. Uh, in deze gaan we het zo over, maar ik wil het hier hebben. Je kan ook de autosteek uitzetten, maar als je hem aan laat staan, is het 311%. Doe je hem uit en je, die, je wil die 0,2% per dag eruit halen. Dan uh, is het 70%. Want die 0,2%, daar is ook nog een market cap. En daar gaat een stuk daarheen. En een stuk uh, wordt er, uh, hoe noem je dat, geburnt En uiteindelijk, feitelijk, hou je dan 0,1% per dag over. Die kan je eruit halen. En, en, en verkopen op de exchange, dat kan je doen. Inruilen voor USDT en dat kan je dan weer naar je bankrekening sturen. Maar als je hier besluit in mee te gaan, dan zou ik zeggen: koop een hub met een bedrag dat wat, wat toegankelijk voor je is. En uh, kies je hub en, 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 dan, en dan ga je er op die manier voor. En dan laat je het gewoon vijf jaar zijn ding doen. En, nou, je kan na een jaar. Ik zou in ieder geval één jaar auto steken aan. Dat dat meer, meer, meer. Een compound. Want het compound effect zei Einstein al: dat is de, de winnaar van alles. En heel erg krachtig. Uh, mijn strategie zelf is vijf jaar lang uh, steken. En vijf jaar lang uh, dat doen. Nou, het, al deze NFT's zijn uh, geaudited door Solidity Finance Audit. Uh, een, 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 een gerespecteerd genomen, uh, bedrijf in Zwitserland zitten zij. Dus dit is allemaal daardoor. Um, Uhm, ja geadded, gecheckt, geverfied. Iedereen krijgt een plaatje, maar wat doet deze hub? Deze hub, die mint URLX voor je. Dus dat is, nou, hoe ziet dat eruit in een, in een curve nog even? Autosteek uit, 70%. Autosteek aan, 311%. En dat is de kracht van het compounden. Uh, uh, ja, dit komt eigenlijk nou, don't think short term. We zijn allemaal geconditioneerd op voor snelle bevrediging. We gaan naar social media aan, we scrollen en we, en we moeten constant maar. Oh, vinden, we leuk, vinden we het leuk, vinden we het leuk, vinden we het leuk, maar heel erg uh, gericht op snel, snel, snel. En, en dat is soms ook fijn en soms ook goed. Maar met dit soort projecten, uh, een blockchain heeft gewoon drie tot vijf jaar nodig om te groeien. En dat is niet alleen. Uh, um, Ethereum in dit geval, maar dat zijn eigenlijk bijna alle blockchains hebben dit voorbeeld. Dit gebeurde met Ethereum. In 2016 begonnen ze. Toen gingen ze omhoog, boven de 1000. En toen kelderde het heel lang, rond ja, de 200. En ik had er hier heel veel. En ik heb zelf even doen verkocht. Oh, had ik dat maar niet gedaan, maar zo zie je maar weer. Zo moet je altijd bezig zijn. En aldoende leren we, hè? het is ook niet zo erg. Zonder fouten maken kom je ook helemaal nergens. Dus de mensen die nooit fouten maken... betekent dat ze nooit uit hun comfortzone komen. En betekent dus eigenlijk dat ze... nou, bijna stervende zijn. En, 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 want stilstand is achteruitgang. Dus je wil altijd een beetje... en als je niet leert, als je niet faalt... leer je ook niet en kom je ook niet verder. Maar je ziet wat er is gebeurd. 2021 stond ze op 4810... En toen kwam uh, het kelderde alles. En, maar nu in die cycle zitten we weer in de volgende bullrun naar boven. Uh, hij staat nu op 1900. Maar je ziet, hier gebeurde veel. En toen dacht iedereen: ha, 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 Zie je, ze halen het niet, ze halen het niet en ze halen het niet. Boef, en toen ging het omhoog. Nou, dus neem ook gewoon die drie tot vijf jaar in je achterhoofd mee. En later gaan we het over de Lotto Day hebben. Want dat is een korter termijn. En dat is wel heel erg gaaf. Maar we zitten dus nog hier. En al deze applicaties moeten nog komen. Hoe gaat het nou werken? Hoe gaat die prijs van Ultron omhoog? Hoe meer gebruikers, hoe meer vraag, hoe hoger de prijs. En dat is wat er, wat er, wat er gebeurt. Nou, en al die community, al die uh, 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 projecten. Die brengen weer een eigen community mee. Ivana Tattoo Art brengt haar eigen community mee. De Lotto Day brengt weer een heel nieuw netwerk met zich mee. De Flipme brengt weer... Want het zijn ook nog allemaal uh, uh, producten die je zou kunnen vermarkten. En uh, uh, commissies op kunnen verdienen. Dus zo brengt het allemaal... Kunnen ze doen die, die bedrijven. Het zijn allemaal bedrijfjes die gebouwd zijn. Bedrijven gebouwd zijn op, dit, op deze blockchain. Dus dat is zo gaaf. Maar meer applicaties, meer uh, nieuwe communities, meer usage, uh, wat weer nieuwe development aantrekt. Want ja, gaat zo'n blockchain goed, dan is het aantrekkelijk om dat erop te bouwen? Nou, en, maar we zijn pas hier en dat vergeet men pas zo aan het begin. En ik werk al negen jaar online. Ik verdien fulltime mijn inkomen online. Uh, en wat ik heb geleerd is: de mensen die er snel bij zijn, snel actie nemen. En daarna vast kunnen houden aan de beslissingen. Dat zie ik ook in succesvolle mensen. Die, 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 die maken snel beslissingen nadat ze alles hebben onderzocht. Oké, okay, dit is het. En, 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 en houden zich daaraan vast. Terwijl vaak onsuccesvolle mensen laten even het midden hoe je dat meet. Uh, duwen er jaren over om wel of niet. En dan hebben ze uiteindelijk wat gedaan. En dan is het een dag later: oh, hoe kan ik het verkopen? Hoe kan ik hiervoor zo snel mogelijk uit zijn? Ik zie dat heel vaak gebeuren. En ja, dat is nou eenmaal het, het spel. Maar zo werken mensen ook. Ja, comfortzone, eng. Um, maar ik durf te zeggen: na al die tijd. Ik kom uit Den Haag. Oorspronkelijk heb ik daar restaurants gehad. Ik ben daar in een restaurant verloren. Ik heb drie ton schuld gecreëerd. Uh, en ik moest iets anders doen. En um, dat heeft heel erg uit mijn comfortzone moeten stappen, maar ik ben heel erg dankbaar dat ik dat gedaan heb. En nu elke keer als ik weer uit mijn comfortzone stap, komen er weer nieuwe dingen naar me toe. Um, nou, dit kan je doen. Dit is de keuze voor de staking hub NFT. Je kan hem op uh, je kan ULX kopen, of je koopt een staking hub NFT. Dus je kan naar uh, BitSmart gaan. En ik kan URX uh, kopen of uh, Uniswap of waar dan ook. En dan heb ik URX op mijn wallet en that's it. Doet niks, wordt alleen meer waard over de tijd, maar wordt niet meer. 100 blijven er 100. Uh, maar heb ik een staking op NFT, dan steek ik, dus dan geef ik het, waardoor de nieuwe URX uh, uh, gemind kan worden. En daar krijg ik rewards voor en over een periode van 5 jaar heb ik 311% meer URX... En dat is natuurlijk uh, uh, wel de, waar je heen wilt. Nou, uh, mocht je dit kijken hier in de replay op nu... ...en je zit nog niet in alle social media... ...ik raad je aan om in alle social media van uh, ULTON ook te komen. Uh, ga niet in vage groepen zitten, want het heeft te maken met geld. Dus er zijn ook mensen met minder goede bedoelingen. Maar dit zijn de officiële uh, kanalen... Dus denk aan aan de Telegram groep, aan, aan, aan Twitter aan Instagram en Instagram uh, en Ultron Foundation is de website. Nou, nu wil ik heel even hebben over de Lotto Day. De Lotto Day is dus de, 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 de eerste, de derde app. Maar een beetje bijna de eerste die als uh, zelfstandig. Nou, dit is eigenlijk niet UX Daar kan je ook je geld mee verdienen. Maar een onafhankelijke partij die op Ultron uh, zijn netwerk maakt. Nou, Lotto, moet ik gaan gokken? Moet ik lotjes kopen? Nee. Absoluut niet. Maar ik wil je even laten zien wat voor een industrie uh, dit, uh, dit verkeert. Ik ging kijken bij de Lotto Analyst, dit is een, een website, ik ken voor de vrij niet. Uh, maar we uh, 2016 en dit is Oké, Nee, dit wilde ik je laten zien. De US Powerball. En dit zijn, zijn, zijn lotto met, met de jackpot van 1, nog hier, de 1,5 miljard dollar in één keer gevallen. Moet je even kijken. Er worden 59 lotto kaartjes elke seconde, heel jaar door, verkocht. Dit zijn 5 miljoen kaart lotto kaartjes per dag, alleen in Amerika. En uh, het is een enorme industrie. We zitten hier ook lotto uh, market size hierbovenin. De global lottery market was valued 3, uh, 366 miljard in 2021 met een gok naar uh, een vooruitzicht naar 405 miljard in uh, 2028. De, de getallen wisselen allemaal, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Maar hier 2020, 2027 online loterij. En dat is waar zij natuurlijk, uh, het is online, het is in de web3. Maar je ziet wat, het zijn zulke enorme markten waar we waar we in gaan vertoeven. Uh, maar de D. Uh, ook hier moet ik zeggen: ik ben geen financieel adviseur, maar nogmaals, ik doe dit zelf. Uh, ook, dit is waar ze op inspelen: een 450 miljard dollar industrie. Uh, wereldwijd is er, was het er niet. Je kan meespelen met de loterij in Amerika, of in, in, in Azië, of in Afrika, of in Zuid-Amerika, of in Europa, maar nooit uh, over zee. En nu hebben we een loterij. De hele wereld mee kan doen. Uh, met diezelfde loterij. Dus die, die verbinding die wordt overal gelegd. En de Lotto Day is gebouwd. Op de Binance Smart Chain. Met 300 miljoen gebruikers. Ethereum met 230 miljoen gebruikers. Polygon met 240 miljoen. Tron uh, met 150 miljoen gebruikers. En Ultron is nog een kleine speler. Maar het is daar ook op gebouwd. Met 100 miljoen. Of met 100.000, en 3.000 gebruikers. Maar. Dan zeggen ja, maar die 4% is pas. Uh, die doet er wat mee. Dus hoe is dat nou? Nee, het wordt makkelijker gemaakt. Het is beschikbaar in de Google Play Store als app. En in de App Store, voor op je iPhone. Kan je het downloaden. En kan je dus heel eenvoudig met de, de, de paymentvorm die je al hebt gekoppeld aan de Play Store. Uh, hè, en het is een markt van 3,6 miljard mensen die daar toegang tot hebben. Ik kan naar mijn telefoon gaan. Ik kan uh, uh, de app opzoeken. Ik kan de app... En op mijn iPhone moet je twee keer klikken. En dan heb ik, me dan heb ik die app staan. Nou, heb ik mijn paymentform. Is uh, Paypal of een creditcard zit daar aan vast. Ik kan naar, 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 uh, naar de app gaan. En, uh, en dan ziet het er zo uit. En dan kan ik hier gewoon... Dan zeg ik, nou, play now. En dan kan ik gewoon mijn kaartje kopen. Buy ticket. Tip, top En het zit. En elke dag worden er een serie nummers getrokken. En de, elke dag is er een kans op de jackpot van... 1 miljoen. De jackpot is minimaal vanaf dag 1, 1 miljoen. En dit zijn natuurlijk bedragen die al in de, in de Powerball en in de Mega Millions doorgaan. Hier, en dit jaar, in januari 2023, is er 1,3 miljard gevallen. Maar in juli, uh, in juli 2022, 1,2 miljard. En 2 miljard bij de Powerball. Het zijn natuurlijk enorme bedragen. 2016, 2022, 2018. Ik weet niet of daar ertussen nog. Uh, misschien is die jaren niet gevallen, dat weet ik niet. Ik ben niet heel erg zelf van het, uh, de loterijen en, en het gokken. Uh, maar dit zijn de dingen die. Dus, hij hoeft maar een paar keer te vallen. En dan, dan, dan weet je, er worden wereldwijd 450 miljard uh, industrie. En dat groeit alleen maar. En uh, wat wou ik nog zeggen, als je kijkt dat een kaartje voor een loterij zo 2, 3 dollar kost, voor de, de, de lotto gaat hij 3 USDT kopen, maar ik heb niks met de loterij, dat hoeft ook niet. Ik heb mijn creditcard aan mijn app en ik, de, de creditcard koopt de USDT voor me en die legt daarna de brug naar het kaartje. Dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld in Amerika mag je niet uh, met een loterij met je creditcard betalen. Maar omdat je dus met je creditcard niet aan de loterij meedoet, maar de USD voor gekocht wordt en die USD wordt dan weer naar je loterij, is die markt ook opengezet. En zo zijn er, Timmer, ja, is het wereldwijd beschikbaar. Dus ja, het wordt wel heel erg gaaf. Nou, hoe, kan je daar, hoe zie je dat nou uit? En wat kan jij daar? Hoe, kan, hoe ziet dit voor jou er nou uit? Uh, er is nu een pre aan de aan de gang. En als ik hier zie, dan zitten we in fase 2. Daar is nog 3 miljoen van over. Dus dat betekent dat daar 14 miljoen al uh, van ruim uh, verkocht is. Uh, dus het, het, het gaat ge, gaat, de eerste fase ging heel hard. En de tweede gaat nu gewoon gestaag door. Dus dat is wel heel erg gaaf. Uh, 50% van het kaartje, die 3 USDT, die gaat naar de prijspool. Dus dat wordt bij de, de jackpot op. Er zijn ook kleinere prijzen te winnen, maar de jackpot die groeit uh, elke dag door. De 30% van, die, uh, van dat kaartje wordt gebruikt voor de marketing. Voor alles in de lucht te houden. Maar vooral voor de, voor ja, voor de marketing. En dus dat betekent dat, er, dat er, hè, ze laten niet aan het lot over die loten. Uh, dus dat is gaaf. 5% en dit is helemaal gaaf. 5% wordt gebruikt voor uh, uh, vernietiging door. Dan gaan ze naar uh, Ultraswap. Er wordt ULX van gekocht. Hè? Dus er wordt de koopdruk bij ULX. Wordt hoger, waardoor de prijs stijgt. En die 5% die wordt geburnt. Die, die gaat uit de relatie, zullen we zeggen. Die is niet meer beschikbaar. Dus de, deze de deflationary system, dit systeem, zorgt ook ervoor dus dat de prijs stijgt. Waardoor als je je stekinghap weer hebt, je daar heel erg je voordeel mee kan doen. Nou, uh, 5%, als ik jou mijn link zoveel, Harold geeft jou uh, zijn link. Uh, en ik zeg, ja, een kaartje moet je kopen. Uh, dan jij zou een kaartje krijgen. 5% gaat naar, naar Harold toe dan. Dus dat zou je ook nog wel mee. Maar dat maakt het weer aantrekkelijk voor mensen om het weer te delen. En zo het netwerk sneller te laten groeien. Maar het belangrijkste is deze 10%, deze taartpunt. Je kan mede-eigenaar of aandeelhouder worden, uh, mede-eigenaar van de, uh, de, de rechten van de, uh, de software van de LottoD. Dus voor elk kaartje wat verkocht wordt, gaat 10% naar die aandeelhouders. Nou, daar is deze pre-sale van 30 miljoen nu zo interessant. Uh, die 70 miljoen. Is maar de vraag of die wordt toegevoegd, ja, of nee. Maar deze 30% die staat in de markt. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, stel er worden 500.000 kaartjes per dag verkocht. Nou, we zagen net dat er in alleen in Amerika al 5 miljoen worden verkocht. Dus het tienvoudige. Maar we beginnen scheidig wereldwijd. Dus in Azië ligt dat overigens nog veel hoger. Maar ik kon dat niet uh, vinden. Uh, met, met, met harde getallen. Maar uh, ja, in Azië zijn niet zo heel veel regels. En, maar ook hier in Costa Rica, op elke straathoek wordt, uh, staan ze met flapje met lotus. De loterij is wel een ding wereldwijd. En, uh, nou, tegenwoordig heeft iedereen een smartphone, dus het wordt ook nog toegankelijker en makkelijker gemaakt voor iedereen. Nou, van die 100, 500, 300 USD is 1,5 miljoen USDT. 10% ervan, oftewel 150.000 USDT, wordt dagelijks. Dan verdeeld over de aandeelhouders. Nou, en ook hier heb je prachtige uh, uh, gaming hubs. Ik schreeuw even eentje door. Oftewel de, de Lucky Ape van 100 USDT. Nou, deze die NFT's, de Gaming Hub NFT, die kan je aanschaffen. En die betaalt jou een x aantal keer uit. De 100 USDT, de Lucky Ape, betaalt je twee keer uit. De Wise Elephant van 300 USDT drie keer. De Fortune Panda van 500 USDT, die betaalt je vier keer uit. De Racing Bull van. 1,5, uh, uh, of oh, zo 1500 USD, 5 keer. De Wealthy Tiger, 5000. De Rising, uh, uh, 6 keer. En de Rising Phoenix van 12.500. 7 keer. En de Mighty Dragon van 30.000. 8 keer. En er zijn er nog twee hele zeldzame. Daar zijn ze al, uh, van beide zijn ze verkocht. Maar voor mij zijn ze gewoon nog steeds beschikbaar. Uh, maar een beperkt aantal. Van 50.000 USD, die, die betaalt je 9 keer uit. En de een magic unicorn van een ton betaalt je 10 keer uit, oftewel 1 miljoen USDT. Um, Hoe doen ze dat nou? En waar komt dat vandaan? En wat nou als die klaar is? Nou, de Wealthy Tiger bijvoorbeeld. Die betaalt: je koopt hem voor 5000 USDT. Die heb je. Die heb je en dan gaat uh, de lotto even gaan. En er worden kaarten verkocht. Er worden 500.000 kaarten verkocht. Je 150 die 150.000 wordt dan verdeeld door de aandeelhouders. En jij bent hier aandeelhouder. Uh, fase 1 is al uh, voorbij. Maar je kan nog gebruik maken op dit moment van, van fase 2. Dan krijg je 80% meer uitbetaald. Sneller, uit, niet meer, maar sneller uitbetaald. En op het moment dat er 30.000 USDT op jouw metamask, of welke wallet je gebruikt dan ook, op jouw wallet staat, dit wordt per dag. Direct uitgekeerd in jouw wallet. Op het moment dat je die 30.000 hebt, kan jij weer deze Wealthy Tiger opnieuw kopen. En weer opnieuw dagelijks uh, USDT ontvangen, tot je weer die 30.000 hebt. En dan kan je hem weer kopen. En dit proces kan eindeloos doorgaan, laten we zeggen, totdat tot dat, uh, uh, de Lotto-nee niet meer bestaat. Maar als het een groot succes is, zie ik niet waarom dat uh, ooit weg zou gaan. Dus hier kan je voor jarenlang. Een, uh, uh, een passief inkomen mee creëren. En dat is wel heel erg gaaf. Deze lotto day gaat Q4 2023 live. Nu Q3 zijn we nu in beland, die gaat hij op de, de, uh, de, de testnet. Uh, de mainnet worden. En, en dan in Q4 gaat hij helemaal live. Hè? dat alles goed werkt. Uh, en dan, en dan, ja, maar hoe langer het is, hoe sneller het groeit, hoe groter het succes, hoe meer kaartjes er worden verkocht. En dat zal ik je ook zo laten zien, hoe groter het bedrag is dat je dagelijks krijgt uitgekeerd. Nou, met de lakke ei hetzelfde, maar deze betaalt ongeveer 70 cent per dag uit. Ja, het is wel iets. En je kan elke keer als je 200 dollar op je ding staat, kan je voor 100 dollar weer een nieuwe kopen. Maar doet 70 cent iets? Verandert dat iets aan je leven? Ik denk het niet. Niet aan mijn leven. Behalve als je er 10 van koopt. Of 20 of 100 van koopt, natuurlijk. Ik heb zelf een Wealthy Tiger en een Mighty Dragon. Uh, even kijken hier. Uh, dan hebben we hier de Get Paid Faster. Nou, dit zijn die fases. Hè. We zijn nu in fase 2. Bij, uh, van de 7 miljoen is er nog 3 miljoen. 7,5 miljoen is er nog 3 miljoen over. En je krijgt hier 80% sneller uitbetaald. Uh, uh, even een keer RSP. Uh, ik vergeet altijd waar het staat. Uh, revenue Share Points. Revenue Share Points. Uh, dus je krijgt hier meer... Je hebt hier meer punten waardoor je sneller krijgt uitbetaald. Gewoon. Dus je bent hier... Uh, 80% meer. Je bent dus aanzienlijk sneller bij die 30.000 als je die 5.000 hebt dan dat je hem hier koopt. Nou, even kijken. Voor mij kunnen we hier zien: uh, hier hebben we eigenlijk nog alles uh, op een rij. Dit betaalt het allemaal uit. Maar je wordt en blijft betaald. Als die 30 miljoen is uitverkocht, is die uitverkocht en is het niet meer dat je denkt: oh, het werkt. Ja, nee, nee dan ben je te laat. Dus ja, wil je hogere uh, rewards hebben, dan vergt dat ook uh, een uit je comfortzone en misschien een hoger risico voor je gevoel om maar aan het begin in te staan. Maar als het zijn ding doet, zijn de rewards ook vele, vele malen hoger. En hij is blijvend. Nou, hier we kunnen we zien, dat gaan we zo even kijken. Ook hier de Lotto Day kan je met je telefoon even scannen. Uh, later ook in de replay en anders vraag je dan in de groepen naar, naar die linken hiervoor. Uh, maar hier, als ik naar de website ga, en dit kan je zelf ook voor jezelf doen, uh, nog even terug naar lotto.de.io, uh, en dan kan je hier en dan kan je naar beneden scrollen. En hier kan je ook nog even teruglezen en wat de hoeveelheden zijn. Uh, dan hier zijn we. Nou, laten we zeggen, we hadden het over de wealthy tiger. En hier is de wealthy tiger. En dan hebben we het over 500.000 kaartjes, 300 Lotto Day. En ULX Lottery. Um, overigens, het is niet alleen de loterij. Ik, ik vraag me nu ineens af waarom ik die uh, niet heb gezien. Uh, misschien heb ik die, ben ik te snel gegaan. Maar misschien ziet hij er helemaal niet meer tussen. Nou, ja, hier, deze wilde ik nog even laten zien. Het is niet alleen de loterij. Maar ze beginnen, als ze worden gelanceerd, is er de Prediction Markets. Dan is er de, de loterij in ULX en in USDT. Die zijn er, daar beginnen ze mee. En later. Denk aan krasloten, aan roulette, aan hondenracen, paardenracen, poker, uh, bingo. Okay, dus er komen nog heel veel dingen bij waardoor het alleen maar goed En elke keer. Oké, okay, dus hey, iemand speelt misschien niet in de loterij, maar wel met honden, uh, hondenracen of met roulette of poker of kras, koop de krasloot. Uh, en dus. Het groeit alleen maar en jij als aandeelhouder doet daar, uh, hebt, hebt daar dus zijn voordeel mee. Want in alle dingen die worden verkocht gaat 10% naar de aandeelhouder. Nou, je ziet hier met 5000 USDT de Wealthy Tiger, 80% uitbetaald. Uh, even kijken, hoe zie ik dat hier? Krijg je 31 USDT per dag uitgekeerd? Maar stel nou dat ze hetzelfde doen als de, de in Amerika. En dan hebben we hier, hebben we het over. 5 miljoen kaartjes per dag. Dan heb je het over 260. Uh, een de grote meer 260 USDT per dag. Is het een verder groot succes en gaat het nog harder? Dan hebben ja, we heb het over 6 miljoen kaartjes, hebben we het over 313 USDT per dag. En zo kan je hier zelf spelen. Ik heb de, de Mighty Dragon hier gekocht. Uh, ja, dan hebben we het over 1800. Uh, nee, bijna 1900. En dat is dan uh, nee, uh, 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 ruim 40.000, kleine 40.000 dollar per maand. Wat je daar dan uithaalt. En dat blijft zich herhalen. Maar nogmaals, het is uh, kijk, en dit, ja, als je de, de, de Magic Unicorn. Dan heb je het over 6000 dollar per dag. En, en dat is ja het, en het kan nog vele malen hoger. Maar het, het, de continuïteit en als het proces één keer is doorgegaan. Maar 500 ook. Dat is dan misschien minder, maar is 30 dollar per dag. Maar op het moment dat hij er doorheen is. en die 500 USDT, die betaalt je, geloof ik, vijf keer uit. Uh, laten we even kijken nog. De, de, vier keer uit. is die 2000, elke keer als hij op de 2000 komt. dan kan je hem opnieuw doen. Dus het blijft een terugkomend ding. Maar ook dit is 900 dollar per maand extra. wat je als passief inkomen erbij kan rekenen. Uh, even kijken. Nou ja, dit, dit kan je dus doen. Hoe ziet dat er nou uit? Uh, hoe kan je hier nou mee beginnen? Dat is door een account aan te maken bij Mavi. En uh, uh, vraag aan Harold het account. Uh, als je direct met Harold bent verbonden, ben je ook in, in mijn opleiding. Dus ik ben er ook voor je om je daar te helpen. Ik ben, ik ben ook deel van de Harold's groep. Dus ook daar ben, ik meer dan, ben je meer dan welkom om je vraag te stellen. Maar zorg in ieder geval dat je de, vraag, de, de link van Harold vraagt. En dan maak je je account aan. En dan kom je hier op de homepagina aan. Nou, je kan twee dingen uh, doen. Uh, je kan uh, uh, gewoon je hub kopen. Dan ga je hierheen. En dan heb je hier Gaming Hub en Staking Hub. Ik laat het even voor het voorbeeld hier: Gaming Hub zien. En de Gaming Hub, uh, en dan uh, laten we gewoon netjes het voorbeeld aanhouden: The Wealthy Tiger. Of welke dan ook. Hè, maar je selecteert hem. En dan zegt hij: Oké, okay, Buy with Tether. Oftewel USDT. En dan is die 5000 USDT. Dan afhankelijk van welke uh, exchange je gebruikt. Ik uh, geef altijd als voorbeeld QCoin. Omdat ik QCoin makkelijk vind om uh, te gebruiken. Ik zal even kijken of ik QCoin aankrijg. me uh, niet hoef te verifiëren. Ik woon in Costa Rica. Ik heb alleen bereik met mijn sms als ik voor op het land sta. Uh, niet hier. <laughs> ik moet even kijken. Maar misschien ben ik nog uh, ingelogd. En dan even uh, dan ik uh, log in. Het makkelijkste wat je hier kan doen, is dus als je hebt je Mavi-account. Oh, laat me even daar log in. En dan... moet ik wil hier zeggen dat ik geen robot ben. Die en die. Oké. Okay. En als hij een telefoonnummer nodig heeft, en sms, dan... ...ik ben ingelogd, dus ik kan het je zo laten zien... Kijk, dan heb je hier heb je dan het, uh, een keuze uit Binance Smart Chain of Tron. Het is heel erg belangrijk dat je een van de beide kiest. Ik kies in dit geval Tron, TRC20. En dan zeg ik: Ja, dat snap ik. Uh, dan Lees dit dan, dat je dat weet, dat je het via Tron moet versturen. En dan zeg ik: Create Order. Nou, Nu krijg je hier een adres. Dit adres is heel erg belangrijk. Ik kopieer het adres. Dan ga ik naar Qcoin. En als je ik, ik, vraagt aan houdt uh, hulp, is hier vastbij, maar je kan hier uh, je, 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 je ding doen. Uh, je hebt je account aangemaakt. En dan ga je hier naar assets en dan ga je naar je wallet toe. En dan heb je hier je USDT opgezet. Je moet door een verificatieproces heen. Dat heeft bij alle exchanges heeft dat. Bitfavo heeft dat ook, maar Bitfavo kan je alleen via Ethereum bijvoorbeeld gebruik uh, versturen. En daarom wil je hier hebben. Nou, je gaat dan zoek je hieronder, even kijken. Uh, funding. En dan ga je hier naar Tether. hier zie ik Tether staan. Zie je, daar heb je dan gestort. Daar heb je dan je USDT op staan. En dan klik je op Withdraw. En dan plak ik hier, oh, plak ik hier dat adres. En dan denk ik dat hij hem automatisch al herkent. Maar dan klik ik op net, select network. En hij herkent hem als zijnde een TRC20. Maar ik zie hier ook Binance is unavailable. Dus vandaar dat we hier in dit geval Tron kiezen. Het is ook, maar het, het is ook goedkoper. Het is 1 dollar uh, uh, USDT, uh, 1, 1 USDT uh, gas fee. Maar ik heb... Uh, ik heb hier niks. Ik heb geen USDT hier op dit moment op staan. Uh, staat op het trading account zie. Maar je kan hier dan, dan vul je het bedrag hier precies in. Dus als je iets zegt over Fee, kan je negeren. Het exacte bedrag moet je hier invullen. En dan klik je op withdraw. En dan geef je het even de tijd. En dan zul je hieronder. Even kijken, hier onder uh, uh, orders zie je dat ik de Wealthy Tiger net heb aangemaakt, een waiting for payment. Ik heb dat vaker uh, gedaan, maar ik heb ze ook hier zelf gekocht. Uh, en dan zie ik hier, kan ik naar My Hubs. En onder My Hubs kan je altijd alle informatie terugvinden over, nou, ik heb 29.000 dollar aan. Uh, aan uh, 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 Staking Hubs. Hey, dat werkt precies hetzelfde hier. De Staking Hubs mint x voor je en de Gaming Hubs um, betaalt dagelijks uit. Dus dit is lange termijn, dit is korte termijn. Die betaalt dagelijks USDT uit. Nou, in dit account heb ik hier de 5000 Wealthy Tiger en ik heb uh, de the Mighty Dragon uh, cadeau gedaan aan, uh, aan mijn vrouw. Dus die heeft haar eigen account daarin. Um, en 24.000 dollar aan. Uh, uh, staking stekinghubs hier. En dan zie je dat ik hier elke dag. Of je laat het Mijn basissteek is 582. En totaal 880. Dus dat is bijna 300.000 euro x. Wat ik automatisch per dag. Nou hij is nu 10 cent. Dus dat is al 30.000. Of iets lager dan 10 cent. Dus 30k daar, daarin verdient. Nou je kan ook actief mee aan de slag gaan. En een online business bouwen. Uh, door je funnel neer te zetten. Door vreemden aan te trekken. En zo heb ik in dit uh, systeem. Uh, 88.000 dollar uh, verdiend. USDT is ook volledig uitbetaald. Uh, uh, dus dat is, hoef ik niet op te wachten. Ik ben zelf diamond. In de ranking kan je ook omhoog gaan. Uh, en als ik in de ranking kijk. Zie je hier dat je groeit. En vanaf. Uh, Ruby. vanaf. Uh, Sapphire, en volgens mij uh, dus uh, Harold bijna 500, uh, 500 USDT bonus. Dan haal je het rank krijg je die bonus. En deze bonus heb ik ook ontvangen. En die zijn ook uitbetaald. Uh, Emerald, 1500. Diamond, dan krijg je 3000 USDT. En ik ben uh, bijna, deze zijn vol, dus deze nog een klein stukje. En dan krijg ik 10.000 USDT bonus. Dan naar Green Diamond, 15.000 en zo zie je de Black Diamond 30.000, Crown Diamond 90.000, Double Crown 150.000 en dan ben je de ambassador. En er zijn net twee mensen ambassador geworden en die hebben beide 450.000 USDT uh, uitgekeerd gekregen. Zo, ploep, op hun wallet. En zo kan je dus uh, gewoon een online business bouwen. Dus je hebt lange termijn gaming hubs, staking hubs, korte termijn, maar pas in Q4 uh, uh, gaming hubs. Maar wil je actief en, en sneller geld verdienen, dan uh, kan je uh, ervoor kiezen om een, uh, een team te bouwen. En dan zet je een aantal dingen op. En daardoor trek je, je vreemden aan in je business. En Halt kan je daar, uh, is daar enorm goed in. En hij kan je ook de weg wijzen in hoe je je funnel bouwt. Hoe je traffic genereert. Oftewel vreemden aantrekt in je business. En dit zijn direct bonussen, team bonussen. En hier zijn de, mijn rank rewards, 6000 totaal.